De Belgische economie is de afgelopen kwartalen bijzonder snel hersteld. Maar ze krijgt nu, net als heel wat andere landen, af te rekenen met stevige tegenwind. Bedrijven worden geconfronteerd met aanvoerproblemen, met stijgingen van inputkosten en tekorten aan materiaal of personeel. De plotse en forse stijging van de energieprijzen weegt ook op het vertrouwen van de consument en tast minstens tijdelijk de koopkracht van de meest kwetsbare gezinnen aan. Tot slot is ook de gezondheidssituatie onlangs weer verslechterd. We verwachten geen recessie, maar wel een duidelijke vertraging. Op korte termijn zou de economie eigenlijk amper groeien. De groei zou wel weer wat aantrekken vanaf het voorjaar van 2022, naarmate de aanbodrestricties matigen en de gezondheidssituatie weer verbetert. Op wat langere termijn gezien normaliseert het groeiritme, ook al omdat de herstelfase met de stevige inhaalgroei stilaan achter ons ligt. De gezinsconsumptie wordt op korte termijn nog gehinderd door de slechtere gezondheidssituatie en door de hoge energieprijzen. Op middellange termijn wordt ze evenwel de voornaamste groeimotor. De arbeidsmarkt blijft namelijk heel robuust en de koopkracht blijft ook de volgende jaren toenemen. De inflatie is de afgelopen maanden aanzienlijk hoger uitgekomen dan verwacht. Dat was vooral het gevolg van de fors oplopende energieprijzen, maar die zouden volgens de huidige marktverwachtingen vanaf het komend voorjaar terug afnemen. De hogere prijzen leiden via de indexeringsmechanismen ook tot relatief hogere loonkosten. Volgend jaar stijgen die met 4,5%. Dat is ongezien en dat komt uiteraard onze kostenconcurrentiekracht niet ten goede. De hogere lonen zullen op hun beurt ook weer gedeeltelijk worden doorberekend in de finale prijzen, maar we verwachten geen echte loonprijsspiraal. Het begrotingstekort verkleint wel in 2021, maar het blijft ook de komende jaren met minstens 4% bbp zonder verdere bijsturingen onhoudbaar hoog. De overheidsschuld begint trouwens vanaf 2023 al opnieuw toe te nemen.